Hey. Hey, hoe is het? Ik heb je echt al een week niet gesproken. Ik weet het niet. Heb je het hem al verteld? Is, je moet het hem echt gaan vertellen. Hey, Is. Hi. Wat doe jij hier? Kostuums pakken. Met Emma. Ja, Emma. We hebben allemaal van je zwangerschapsschandaal gehoord. Nou, ik ben niet eens zwanger, dus... Ja. Laten we beginnen. Gefeliciteerd. Met wat? Nou, dat je niet zwanger bent. Oh, zo grappig. Ik dacht, het is een date voor jou. Jozef, ik ben moe. Ja, top. Oké, en dan alleen de laatste vicennes nog uit mijn hoofd leren. Oh, maar dat gaat wel lukken. Je doet echt supergoed. Heb ik het allemaal? Ja, jazeker. Voorbereidingen treffen voor de jaarlijkse kerstvoorstelling die morgen is. Speel jij toneel? Ik? Nee. Nee, ik help met regisseren. Rebecca heeft overal. Wat gaaf. Het is voor de kinderen, zodat ze het kerstverhaal leren kennen. Wat doet die lesbo hier? We zijn hier een christelijke voorstelling aan het maken. Tara, zo'n opmerking is niet echt christelijk. Wat jij wil, kindje van de dominee. Sorry, maar volgens mij weet je echt niet waar je het over hebt. Nee. Ik vermoord haar nog eens. Nou, dat is ook niet echt christelijk, Dylan. Ja, als iedereen even kan luisteren. Dylan, kan jij ook even omhoog komen? Zoals jullie allemaal weten, heeft Lucas zijn maatschappelijk stage al afgerond. Dat betekent dat wij momenteel geen Jozef hebben. En aangezien Brian meehelpt achter de schermen tijdens de voorstelling, hebben we een nieuwe Jozef nodig. En die is... Thomas. Lij? Ik ga de Rebecca bezwangeren. Serieus? Dit wordt niks. Ik haat dit. Weet je, ik weet mijn tekst, maar als ik dan op het podium sta, dan vergeet ik het weer. Het komt wel goed. Dit. Ashley is ontslagen bij de drogisterij. Echt? Ja. Hey, zoek je nog acteurs? Ik vind het superleuk om te acteren. Nou, nu Thomas Jozef speelt, zoeken we nog een wijze. Leuk. Thanks. Nou, Nikki, welkom bij de cast. Ja, dan moet je hier nog even die jurk onder doen en dan is hij helemaal goed. Dus dan ben je klaar. Helemaal goed. Ga je mij omkleden? Nou, dat mag je even zelf doen. Kijk hoor, deze is voor jou. Heb je niet iets seksiers? Je speelt Jozef in een kindervoorstelling. Hey, check dit. Thomas, doe even normaal. Geef die buik terug. Nee, ja. Lach eens wat mee. Nee. Geef dat ding terug. Kom op, nou, hup. Wat zie je dan? Kijk dan, ik ben zwanger, Is. Kijk hoe dik mijn buik is. Het is geen speelgoed, sukkel! Wat een zeikwijf. Heb jij die lijst? Nee, die heb ik niet. Wat ben je aan het doen? Ik bedacht mij dat ik echt een perfecte Maria zou zijn. Ah. Oké. Okay. Hey, niet huilen. Als jij Maria wil spelen, kan het volgend jaar vast wel. Ik wil niet
wil niet Maria zijn. Maar dat hoeft toch ook helemaal niet? Ik ben Maria. Wat? Dit is zo stom. Wat? Ik snap je niet. Jij bent Maria? Ja. Nee, wacht. Nee, toch? Ja. Emma heeft die test voor jou gekocht. Wacht, wat iets van Thomas? En nu? Wat nu weet hij het al? Ik mag het echt tegen niemand vertellen. Nee. Voor jou dit kostuum. Even kijken hoor. Er zit hier wel een gaatje in, dus daar moet je wel een beetje op letten. Het is met rood. Knijpertjes zijn voor de veiligheid. Dat is mooi. Kan je het zien? Pas maar op hoor, ze zit weer te gluren. Weet je dat homofobe mensen vaak zelf seksueel gefrustreerd zijn? Wat wil je daarmee zeggen? Nou, je blijkt een hele sterke mening te hebben over mijn seksualiteit. Hoor je dit? Ze probeert ons gewoon aan te steken met een lesbisch gedoe. Wat een tijdverspilling. Kom. Ja, rem maar. Het is erg besmettelijk hoor. Gaat het? Ja, ik ben wel vaker een Tara tegengekomen. Onzekere beiden die anderen naar beneden willen halen, zodat ze zichzelf beter voelen. Te zielig. Nou, ik vind het knap hoor, hoe jij ermee omgaat. Hey, ik kom zeggen dat de repetitie erop zit. Ik wil morgen een doorloop doen, in kleding. En, heel belangrijk, vergeet niet je tekst, hè, Nikki? Hoe zit dat eigenlijk tussen Rebecca en Dylan? Oh, nou, die vinden elkaar leuk, maar ze kunnen niet echt samen zijn. Hoezo? Rebecca is de dochter van de dominee. Dus iedereen houdt haar in de gaten. En daten met een niet-christelijke jongen wordt niet echt gewaardeerd. Ik ga nog even tekst leren. Is goed, succes. Ik had niet verwacht dat jij nog lang zou komen. Ja, ik dacht we moeten eens bijkletsen. Ja, goed plan. Wijntje? Nee, je was meer van de tequila, hè? Ik hoef niks, dankjewel. Zijn je ouders thuis? Nee, die zijn tuinmeubels kopen. Oh, leuk. Wil je echt niks drinken? Nee, ik moet je wat vertellen. Oké. Okay. Emma, die had een zwangerschapstest gekocht. Ja, dat had ik gehoord, ja. Daar moet je niet aan denken, toch? Ja, maar... Sorry hoor, deze moet ik even nemen. Hey Ash. Nee, je komt even niet uit nu. Morgen? Ja, die voorstelling is tot 8:00. Kom je kijken. Oké. Okay. Dan zie ik je daarna. Sexy, hoor. Oké. Ik moet nu ophangen, ja? Oké. Doei. Sorry. Waar waren we gebleven? Ik ga. Wat? Waarom? Blijf gewoon gezellig. Misschien kan Ashley gezellig komen. Ik heb haar serieus net afgezegd voor jou. Ach, wat lief. Ik ga. Hey, doe eens normaal. Het mag alleen naar sluitingstijd, dat weet je toch? Ja, sorry. Ik had het echt even nodig. Heeft met Rebecca te maken. Wat? Nee, hoezo? Gewoon. Wat dan? Ik weet het. Je weet wat? Van de test van Isabella. Serieus? Thomas weet het nog niet eens. Ja.
Wat was er nou met Rebecca? Oh, niks bijzonders. Nicky vroeg zich af hoe het tussen jullie zat, omdat je zo gezellig bent heel de dag. Wat heb je gezegd? Nou, gewoon dat je er leuk vindt, maar niet met haar kan zijn. Bla bla bla. Nou denkt ze dat... ik heb ook niks aan jou, hè? Ah, dus jij vindt Nicky leuk. Gaat het wel beter met je dan gisteren? Ja, prima. Als je iedereen alvast klaarzet, dan kunnen we alvast beginnen. Ja. En die jurk gaat je goed staan, hè? Ja, nog wel. Hey. Hey, wat kom jij nou doen? Ik kom je succes wensen. Echt? Nou. Het is met haar aan de hand. Oh, gewoon zenuwen, denk ik. Isabel heeft nooit zenuwen. We gaan zo beginnen, dus je kan beter. Ja, ja, Lucas, kan je even vast gaan? Oh, door. Ja. Hey, hey, toi te toi. Fijn, dankjewel. Dankjewel. Doet Lucas niet mee? Nee, die heeft zijn stageuur al af. Ah, wel jammer. Was wel goed voor hem geweest, even op het podium te staan. Zeker na al die roddels. Roddels inderdaad, daar is niks van waar, hoor. Thomas had het gehoord van Ashley. Nou, dat is ook geen betrouwbare bron, hè? Is toch wel jammer, hè? Van Lucas en Isabel. Hoe bevalt jouw nieuwe schoondochter eigenlijk? Nou, ik heb Emma bijna nog niet gesproken. Nee, daar hebben ze ook geen tijd voor. Als je al na 2 weken een zwangerschapstest nodig hebt. Ja, oppassen met die meid, hoor. Die laat zich zo bezwangeren als ze denkt dat er geld mee te vangen is. En met haar is het precies hetzelfde. Hey, Susie. Hey. Wat ben jij opgedoft? Nou, het valt wel mee, hoor. Ik kom koffie drinken bij jou, oma. Leuk. Ik ben er alleen niet. Oh? Wat ga je doen? Gewoon. Heb je een date? Misschien. Ja, zoiets. Hey, goede avond allemaal. Yes, welkom bij onze kerstvoorstelling. Dit jaar worden onze Jozef en Maria vertolkt door Thomas en Rebecca. En de verteller is Isabella. En mobieltjes uit alsjeblieft en geniet van de voorstelling. Is, dit gaat echt niet langer zo. Het gaat prima. Ja, ja. Isabella, je bent zo aan de beurt. Gaat dat lukken, hè? Ik kan het ook doen als je wil. Het gaat prima. Maria, we moeten naar Bethlehem. Maar Jozef, dat is heel ver reizen. Ach, ik weet het, Maria. Is, je moet het Thomas echt gaan vertellen. Dat bepaal ik zelf wel. Jozef en Maria gaan op reis naar Bethlehem. Dylan en ik weten het al en het gaat niet lang duren voordat iedereen het weet. Je hebt toch niks tegen Lucas verteld, hè? Nee, natuurlijk niet. Jozef, ik ben moe. Ik weet het, Maria, maar we zijn er bijna. Je weet dat ik gelijk heb. Jozef en Maria komen aan in Bethlehem. Maria, we zijn er. Ik weet dat het eng is. Emma, jij weet helemaal niks. Jij bent hier niet degene die zwanger is van Thomas, dat ben ik. Je bent zwanger? Hoe lang wist je dit al? Een week. Een week? En je lijkt nu genoeg moment om te vertellen. Nee, natuurlijk niet, maar ik wist niet dat er een microfoon aan stond. Nou, gefeliciteerd. Iedereen in fucking Nieuwland weet het nu.